Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Coffee at Work en Intens Detachering en Dienstverlening. Hola, daar zijn we dan. Dag 2 in Spanje voor ons en NEC eigenlijk dag 1. Die zijn gisteravond aangekomen hier. 7 uur zijn ze geland. Nou, dan moet je nog naar het hotel. Dat duurt natuurlijk allemaal. Het was pas 's avonds wat later dat ze hier arriveerden. En dan vanochtend de eerste training. Het was een besloten training. Nou, niet helemaal. Wij mochten er het eerste kwartiertje even bij zijn. En dat was niet in het Spaanse weer zoals je hebt gezien net op de beelden al. Het regende flink. Nou, temperatuur 20 graden, daar mag je niet over klagen. Maar goed, die regen, we mogen niet klagen. In Nederland vriest het, dus het is toch wel fijn om zo hier te kunnen trainen. En dan schrik je even, want Ivan Marquez, die ging liggen. Wat was er aan de hand? Nou, gelukkig, er was niet zo heel veel aan de hand. Er moest iets onder het zooltje gemaakt worden. Daarna kon hij gewoon weer meedoen met de groep. Ja, en dan het nieuws van vandaag. Er werd vanmiddag bekendgemaakt, groot nieuws zou er komen vanuit NEC. Nou, dat was er zeker, want Lasse Schöne blijft nog een seizoen bij NEC. Hij heeft nog een seizoentje bijgetekend. Dat gebeurde hier in Spanje, dat hij zijn handtekening heeft gezet. En daar is iedereen natuurlijk blij mee bij NEC. En ook Lasse, en we spraken hem. Ja, Lasse, gefeliciteerd. Nog een jaar in de Goffert. Dank u wel. Tijdens de supportersavond zei je van, nou, als mijn lichaam het toelaat, dan wil ik graag nog even door. Dus je lichaam laat het toe? Jawel, dat wist ik toen natuurlijk ook wel, dat je het wel toeliet. Maar ja, dus, ik voel me goed. Lichaam voelt goed, maar ook maar bovenin zit het ook goed. Ik ga nog steeds met veel plezier naar de training. Ik heb gewoon nog steeds erg veel zin in. 36, dus dan word je 37 volgend seizoen. Heb je voor jezelf ook nog wel het gevoel van, ik ben ook nog wel echt voor meerwaarde voor dit team dan? Ja, anders had ik niet bijgetekend. Nou sta je ook wel bekend, iemand die er echt vol voor gaat. Hè? Je bent vaak als eerste op de club. Je moet toch een end rijden om hier naartoe te komen. Ik vind dat dan ook wel weer opmerkelijk dat je denkt, nou, dat heb ik er ook nog wel een keer een jaar nog voor over. Dan hou je wel heel veel van het spelletje. Ja, dat zie je wel goed. Ik hou wel heel erg van het spelletje, ja. En natuurlijk af en toe, die rit is natuurlijk af en toe wel zwaar. Maar ik heb niet zoveel moeite met rijden. Lekker koffie erbij en een podcast, dan gaat het wel. En ik blijf natuurlijk ook vaak genoeg in het Sanadoom slapen, waar ik vooral voor een wedstrijd. Het is een fijne groep, zeg je. Een leuke groep om mee te werken nu. NEC heeft een plan waar ze naartoe willen. Wat is dat plan? Nou, dat ze graag willen naartoe willen waar ze, nou ja, mijn eerste periode natuurlijk eigenlijk was. Ze hebben een stabiele middenmotor, ze willen meedoen om de play-offs. En natuurlijk, vorig jaar hebben we natuurlijk een fantastisch seizoen gehad, dat we eigenlijk tot de laatste dag eigenlijk daar dat nog steeds kon realiseren. En dit jaar is de eerste seizoen zelf natuurlijk een beetje met pieken en dalen. Gelukkig zijn we goed geëindigd. De laatste twee wedstrijden was goed. 2 gewonnen en dat moeten we doorpakken en blijven waar we nu staan. Goed. Schöne in 2024, tot 2024 in ieder geval nog in de Goffert. Dat klopt, ja. Veel plezier. Dankjewel, het gaat wel lukken. Ja, fijn. In ieder geval dus voor NEC. Lasse Schöne nog in ieder geval een jaartje in de Goffert. De tweede training die begint nu van vandaag. Is een besloten training, mogen wij niet bij zijn. Dus de spelers die gaan daar naartoe lopen of die pakken een karretje. Nou ja, de trainer die pakt een golfkaartje. Kijk maar even, lukt niet helemaal. Hoe werkt zo'n ding? Oh ja, starten. Ja. Zo. Kijk, en dan gaat hij richting het trainingsveld. En zo gaan ook de spelers richting het trainingsveld. Morgen zijn we er weer met een nieuwe update. Met dan Carlos Albos. Natuurlijk over Lasse Schöne, maar ook over andere spelers. Heeft hij nog laatste nieuws? Dat morgen in de update. Dan zijn we er natuurlijk weer. Ik zeg tot dan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Coffee at Work en Intens Detachering en Dienstverlening. RN7 support NEC maatschappelijk.